Hey kijkers, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ik zie meteen al een probleem. Blijkbaar zit de stortplaats vol. Dus ja, het liefst heb ik natuurlijk dat alles gewoon wordt gerecycled, maar dat kan geloof ik niet. Er blijven geloof ik gewoon altijd mensen nog gewoon een normale prullenbakken kopen, gebruiken. En ja, maar misschien als we de mensen wat meer tijd geven, dan stap ze misschien op een gegeven moment wel open naar recycling. Dat hoop ik natuurlijk. En kijk, 73%, dat is natuurlijk niet super hoog, maar het is tenminste beter dan wat we gewend zijn. Ik zie hier arbeidsvereist. Wauw, wat een vraag naar woonwijken. En ik zie ook een vraag naar woonwijken voor mensen met hoge inkomens. En daar had ik een leuk idee voor in deze episode. Ja, hier is de landwaarde een beetje hoog. Ja, ik wil zeg maar, we hebben nu steeds deze vakken en het begint wel erg saai te worden. We hebben steeds alleen maar dit rooster. En hoewel ik er best wel op tegen ben om de stad zeg maar heel mooi te maken, omdat dat dan veel ruimte inneemt, wil ik hier toch wel wat aan gaan doen. Want het is natuurlijk gewoon saai om alleen maar zo'n rooster te hebben. En ik wil dus een cirkel maken met hoge landwaarde. En ik heb een idee in mijn hoofd waardoor we dat nog best redelijk efficiënt kunnen doen, hoop ik. Maar dat zullen we wel zien. Ja, hier is niks wat de landwaarde verlaagt, dat is dus perfect. Hier is wel olie. Dat is natuurlijk jammer, maar ja, er is nog veel. Kijk, we kunnen eerst hier gaan minen. We kunnen eerst hier gaan boren, bedoel ik natuurlijk met olie. En mijn. Oké, mijn Skype is gekomen. Mijn SimCity is gecrashed. Oké, daar ben ik weer. Dat was raar. Mijn opname. Ja, ik weet niet zeker of dat nu wel mooi is afgezonden doordat het is gecrashed, zeg maar. Maar ik zal nog even zeggen. Ja, dat gebeurde vorige week dus ook al heel vaak. Maar ik denk niet dat het al te erg is dat we een deel van. Dat we een deel op deze olie bouwen. Oké, maar daar gaan we dan. Ik wil dus een soort van cirkel maken. Ik weet niet zeker of ik dat had gezegd. Nog wel iets verder door. Wacht, gaat dit nou scheef? Ik geloof dat dit scheef gaat. Oké, dat is recht. Is dit ook recht? Nou, ik geloof het wel. Even kijken, ongeveer hier misschien. Nee, wacht, dit. Oh, misschien zit het geen goede plek. Nee, dit is geen goede plek. Ja, ik wil wel. Hier wil ik even best wat tijd aan besteden, want ik wil dat dit een goed. Ja, dat dit er een beetje goed uitziet. Dit kan. Ja, ik probeer dat wel even. Oké, en dan gaan we. Dan pakken we een ronde weg. En maken we een perfecte cirkel. En ik wil hier aan de buitenkant. Wil ik zones maken voor woonwijken. En misschien ook voor commercie als dat nodig is. En aan de binnenkant, ja, denk het niet. Tenzij we echt. Ja, ik denk toch niet dat er echt een groot gebouw gaat passen. Dus daar wou ik dan de parken doen die voor de hoge landwaarde zorgen. En dan heb je zo wel genoeg ruimte, denk ik. Ja, en dan heb je hier één weg in het midden. Weg in het midden. Zo denk ik. En daar kunnen we dan parken vastmaken. Hé, hey, weet je wat? Dit is eigenlijk nog best wel veel ruimte hier in het midden. Dus misschien passen daar ook nog wel gebouwen. Dus laten we de parken goed aan de zijkant zetten. Ja, daar past nog wel een groot gebouw, lijkt me. Oké, dus dan noemen we er daar één en daar één. En dan zou de landwaarde wel goed moeten zijn. Ja, het is niet helemaal. Want ja, ik weet nooit zo zeker waar je de landwaarde goed moet hebben, zeg maar. Zodat het werkt. Want kijk, de landwaarde waar je het een zone geeft, is het goed. Of hier is het misschien net niet goed. Maar zeg maar waar het huis zelf komt, is de landwaarde weer lager. Dus even kijken, is er geen betere optie? Dit is bijvoorbeeld groter. Misschien zou dat meer doen voor de landwaarde. Neem natuurlijk ook meer ruimte in, maar laat het even proberen. Het is wel even waard, denk ik. Want we willen het niet riskeren dat mensen weer boos worden vanwege hun landwaarde die te laag is. Weet je wat, hier heb je al veel hoge landwaarde door dat gebied. Maar nou, ja, ik vervang eerst wel die even en dan kijk ik wat dat doet. Want deze zou een grotere. Ook zou beter zijn. Misschien deze. Deze zou. Ik weet niet zeker, maar heeft deze een grotere.
Nee, geen grotere radius, jammer genoeg. Oh, ik dacht dat het wel zo was, omdat het ook een groter park was. Nee, dat is nog niet echt goed. En ik kan het ook wel aan de buitenkant doen, maar dan wil ik eigenlijk, daar wil ik juist die huis hebben. Ik denk dat we het hier maar gewoon mee gaan proberen. Nee, weet je wat? Ja. Nou ja, ik doe het wel gewoon. Oké, dus hier. Ik doe voor nu even. Oh, dat is vreemd dat ik dat stukje geen zon kan geven. Kijk, ik doe denk ik zo. En dan doe ik hier nog een kwart van de cirkel ongeveer voor commercie. En dat komt hopelijk goed. Maar ik weet het zeker. En dit ziet er uiteindelijk wel cool uit, denk ik, als we vet gebouwen hebben. En dan wil ik hier. Ja, hier is nog wel redelijk wat ruimte voor een groot vet gebouw, denk ik. Zou dat passen? Past dit vakje, zeg maar, hierin? Want dat vakje is groot genoeg. Ik denk het wel. Ja, en zo niet, dan kunnen we deze altijd nog vervangen. Kunnen die parken nog vervangen. Als het niet zorgt voor een lage landwaarde. En we hebben verstopte leidingen. We hebben het geld om dit toe te voegen. Maar het kost allemaal natuurlijk meer per uur. En we verliezen al best veel per uur. Maar we verdienen wel. Oh, 238.000 per maand. Dat is best wel veel dus. Ja. Oké, dit is nog steeds 73. Ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Want ik geloof dat in de vorige episode naar 58 helemaal teruggingen. Mensen demonstreren omdat er geen onderwijs was. We konden wel upgraden, dat is natuurlijk goed, maar geen onderwijs. We willen wel onderwijs hebben. Universiteit misschien. Dat is heel duur. Ik denk niet dat we dat ons kunnen veroorloven op dit moment. Hebben we een middelbare school? Kijk, het enige wat we hebben is een basisschool, hè? Ja, dat is echt niet zo goed. Dat is ook duur. Dit is nog een best goedkope oplossing, denk ik. Verhoogt het technische niveau van nabijgelegen industriële gebouwen. Doet de. Nee, de middelbare school doet dat niet. Maar die heeft wel een hogere capaciteit. Maar ja, we hebben niet zo heel veel geld. Dus ik wil dit maar doen. Oh, perfect. Dit past echt precies. En dit verhoogt het technische niveau, geloof ik, noemen ze het, van industrie in de buurt. En hier staat industrie. Dus dat zou heel goed moeten zijn. Nu hebben we niet echt veel ruimte voor upgrades, maar. Nou, hier is wel ruimte. Nou, ik zie eigenlijk nergens van die vakjes. Want normaal komen er altijd van die vakjes als je upgrades hebt. Dus heeft dit geen upgrades? Ik weet niet zeker. Maar we doen dit. En dit is extra vleugel. Dat hebben we wel. Oh, dat past niet. Of, oh nee, dat kan je gewoon overal plaatsen. Dus dat kan. Oké, hier doen we even een bord. En een vlagje. Werknemers gezocht. Ik geloof dat we. Er is ook een grote vraag. Ja, daar is ook een grote vraag naar. Je ziet hier, ze zijn gewoon. Oh nee, ze zijn nu wel open. Maar net waren ze gewoon gesloten omdat ze geen arbeiders hadden. Hoe zit het hiermee? Er komen al wat mensen binnen. En ja, dus dit soort huizen passen hier natuurlijk wel gewoon sowieso. Maar of ook een groot flatgebouw past, weet ik niet zeker. En we moeten hier nog even mee experimenteren of dit. Want ja, misschien is dit te veel of te weinig commercie. En de vraag stijgt weer. Misschien komt dat door deze gebouwen. Maar weet je wat? Ik ga voor nu gewoon dit allemaal zonne geven. Want voor nu kan er nog wel zo'n klein gebouwtje staan. Maar als hier uiteindelijk een flat gebouw komt, dan kan er natuurlijk nog maar één ding staan. Elektriciteit is geloof ik nog wel goed. Oh, deze schaduwen zijn een beetje. Nou, ze zijn geloof ik niet echt vreemd. Het leek alleen even zo. Ja, de elektriciteit is gelukkig nog wel goed. Nou, ja, het is best goed, geloof ik. Alleen zag ik daar net even een soort van dipje, maar het is nu weer terug, geloof ik. Om uit de rode cijfers te komen, moeten we minder uitgeven. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar we verdienen zoveel per maand dat het, ja, denk ik niet zo heel veel uitmaakt. Ja, het is wel goed dat de elektriciteit nog, dat we nog genoeg elektriciteit produceren, want deze zonnepanelen zijn heel erg effectief, maar wel heel duur. Dus ja, daar kunnen we nu niet echt veel van kopen. Hoe zit het met de olieproductie? Hier hebben we ons 248.000 dagelijkse winst. Oké, dat is superveel. Dat is bijna hetzelfde als maandelijks. Dat is best wel vreemd. Oh ja, we exporteren natuurlijk ook nog ruwe. Ja, wacht. Hè? dat is raar. Oké.
En ik vind dat dit zo weinig. Ik heb het gevoel dat dit maar zo weinig produceert. Nou ja, zeg maar ophaalt. Ja, ik heb het gevoel dat het veel meer kan zijn. En even kijken, je hebt ook maar. Kijk, zoveel mensen hebben afvalbakken en maar zo weinig hebben recyclingbakken. Ik weet niet zeker of dat. Of deze verhouding zeg maar normaal is of. Ja, ik weet niet zeker. Maar dat van die rode cijfers, het is misschien. Kijk, min 3000 per uur is wel best wel veel. Kijk, we kunnen de tijd misschien beter even versnellen. Dan gaat het ook wat sneller. Wat is er? Wat is er? Waarom? Grote constructie, dat. Wacht. Huh? Zei je iets? Nee, dat was wat anders. We gaan weer terug. Misschien kunnen we wel even kijken naar wat we misschien. Waar we misschien op kunnen besparen. Elektriciteit. Ja, we kunnen. Kijk, uiteindelijk vervangen we deze panelen. En dan werken we zeg maar. Nou, werken we dan efficiënt? Ik geloof niet dat het echt uitmaakt. Als je naar prijs kijkt. Want deze produceren 3 keer zoveel energie. Maar ze kosten ook 3 keer zoveel. Dus dat maakt niet echt uit. Water. Afvalverwerking. Dat is echt absurd veel. Komt het door het recyclingcentrum? Kost dat zoveel? Oh, 900 per uur, dat is eigenlijk wel heel veel. En dan heb je deze nog, ja, 600 per uur. Dat is eigenlijk wel heel erg veel, dat had ik niet echt verwacht. Waar waren we? Hier. Overheid, super weinig. Brand, dat is heel. Ja, kijk, door deze. Het is vooral door deze dingen heb ik het gevoel. Politie valt nog wel mee. Onderwijs is nu ook heel veel met die hogeschool. Maar oké, het gaat wel. Ja. Ik zie dit ook wel een beetje stijgen, omdat we natuurlijk steeds meer belasting binnenkrijgen door deze nieuwe gebouwen, onder andere ook. Oké, hebben deze mensen genoeg winkelaars? Nee, geen winkelaars. Weet je wat? Als je geen winkelaars hebt, dan. Ja, dan ben je hier waarschijnlijk niet nodig. Dus dan ga ik je weghalen. En dit krijgt een andere zone. Ja. En later moeten we dit. Weet je wat? Ik ga het nu meteen even aanpassen. Dit is misschien niet zo heel handig. Ja, dit is natuurlijk een beetje jammer voor dit gebouw nu, maar het is uiteindelijk beter, want anders heb je hier maar zo'n klein stukje woonwijken dat er eigenlijk geen groot gebouw zal passen. En is dit wel? Oké, dat is een huis of appartement, dus dat hoort daar. Oké, maar dit gaat geloof ik ook wel goed met deze mensen. Ja, deze mensen zijn geloof ik best wel blij. Veel leuke dingen. Veel leuke dingen. Oké, supergoed. Wacht. Hebben deze. Deze hebben geen hoge landwaarde. Oh, die zitten er net buiten. Daar moeten we echt wel wat aan doen. Het zou echt perfect zijn als dit zou passen. Nee. Maar misschien moet het maar. Of we kunnen het er buiten doen. Maar dat kost dan weer ruimte die ook gebruikt had kunnen worden voor huizen. Oh, deze hebben ook een lage landwaarde. Ik ga nu iets geks doen. Maar dit is gewoon puur om te voorkomen dat, dat we ruimte verspillen eigenlijk. Waar ook huizen konden. Oh, dat was in ieder geval niet de bedoeling. Waar ook huizen konden staan, zeg maar. Ja, wacht, kan ik het niet gewoon hier vanaf halen? Nee. Hier kan. Ja, daar kan ik het wel vanaf halen. Nou, weet je wat, ik doe gewoon dit. En dan desnoods kunnen we daar nog wat bouwen om wat meer nut te geven. Uiteindelijk komt hier misschien nog een oliebron. Ja. En dan doen we gewoon even dit. Ik geloof dat we ook best veel uitgeven aan parken. Oké, ja, dat hielp een heleboel. En deze mensen die moeten ook. Ja, weet je wat, ik kan gewoon dat doen. En dat hielp ook best veel. En. Ja, dus ik hoop dat deze. Kijk, deze mensen zitten echt. Als ze nu gaan uitbreiden, dan komen ze op de gemiddelde landwaarde. Dus ik vraag me af of ze dan nog wel tevreden zijn, zeg maar. Oké, hoeveel geven we uit in parken? Waarschijnlijk ook best wel veel. Ja, meer dan 1000. Ja. Dus ik heb. Ja, we hebben ook een hele grote vraag naar woonwijken voor lage inkomens. Maar ik heb het gevoel dat we al zoveel hebben eigenlijk. En ik zie hier allemaal blije gezichtjes. Dat is echt heel mooi. Hopelijk zien we dit dan ook. Ja, 74%. We komen er wel. Komen langzaam. Oh, overzuur dat we geen stroom hadden. Dat is nu weer goed, toch? Maar ik geloof dat ze zijn nog steeds boos van heel lang geleden.
denk ik. Oh, en hier zit ook. Oh, hier zit ook maar net aan. Deze oliebond is gesloten omdat hij geen werknemers heeft. Nee. Weet je wat? We gaan hier, denk ik. Dit is een grote vraag naar mensen met lage inkomens. Dus ik ga dit even helemaal upgraden. En ik ga hier, denk ik, gewoon wat wijken plaatsen. Dan zorgt dit misschien voor luchtvervuiling. Ik weet niet zeker. Zorgen deze oliebronnen eigenlijk überhaupt wel voor luchtvervuiling? Dat weet ik niet echt. Maar ja, ik ga er denk ik maar op wagen, want het is hard nodig. Kijk, dus wat ik nu denk is dat het misschien helpt als we de arbeiders echt hier huizen laten bouwen. Gewoon vlakbij dit gebied. En dan gaan ze hier hopelijk werken, want het is hard nodig. Oké, dit gaan we helemaal upgraden. En ik geloof niet dat dit nodig is voor nu. Dat kan weg. Kan dit weg? Ik geloof het niet. Oh ja. Annuleren. Klikken we dan maar. Helemaal upgraden. Dat was goed. Ja. Oké, dus hier komen nu. Wauw, dat ging snel. Zit natuurlijk ook wel versneld. Maar er komen nu een heleboel kleine huisjes. En hopelijk zien we dit dalen. En kan dit in ieder geval weer op gang komen. Oh wacht, deze produceert nu geloof ik ook best wel veel. Want eerst kwam hij maar niet op gang. En deze. Ja, ze produceren nu ongeveer evenveel. Dus dat is ook wat ik had verwacht eigenlijk. Want ze hebben ook dezelfde hoeveelheid. Ja, knikkers. En hier zie ik een probleem. Onvoldoende ruimte voor een hoge dichtheid. Tja. Ze zitten. Ik geloof dat dit vakje net iets kleiner is dan het vakje hier. Hebben ze hier ook onvoldoende. Ja, misschien wel. Oké, weet je wat? Deze wilt upgraden. Dan halen we dit en dat weg. Misschien helpt dat. Of misschien moet deze weg gewoon weg. Maar ik geloof dat dat. Dat is daar nog geen probleem. Maar ik ga. Ik hoop dat ze wel genoeg ruimte hebben als ik dit weghaal. En ja, dat gebouw moet weg. Maar ze bouwen wel weer wat nieuws. En hopelijk gaan ze even goed met die ruimte om. Als er überhaupt genoeg ruimte is. Want ze zijn er geloof ik gewoon klaar voor. Ja. Ja, yes. Oké, hopelijk worden dit twee supergrote gebouwen. En deze. Ik ga ze gewoon even weghalen. Ik laat ze gewoon even nieuw beginnen. Net zoals daar. Dat helpt misschien wel. En hier. Deze mensen zijn echt vandaag gesloten. Vandaag gesloten. We kunnen wel het vrachten gebruiken. We hebben vracht nodig. We hadden arbeiders nodig. Vracht. Is er een vraag? Ik zie hier toch. Nou, er is alleen een vraag naar fabrieken vanuit de regio. Maar ik geloof dat we hier wel wat aan moeten doen. We hebben gewoon. Niet echt. Oh ja, wacht. Hier waren we al begonnen. Met een klein stukje extra industrie. Maar daar gaan we nu gewoon even aan verder. Zo. Wacht, is dit wel. Nee, dit is niet de goede grootte eigenlijk. Wat is wel de goede grootte van onze. Even kijken. Dit. Onthoud dat even. SimCity. Dat is het rooster wat ik wil. En hij geeft nu alleen dat weer. Dat is heel vreemd. Dan doe ik wel gewoon even dit. Voor. Ja, best wel lang. En hadden we niet iets dichter bij deze weg kunnen gaan? Ja, misschien dat dat wel gekund. En. Oh, wacht. Eigenlijk moeten we hier nog. Hier moet natuurlijk eigenlijk ook een station komen. Want we hebben hier een spoorweg. Dus kunnen we net zo goed gebruik van maken. Oh, wacht. Dat is misschien een beetje overdreven. Wat is dit? Afval? Ja. Stop met overbodig veel ruimte innemen. Dus ik denk. Ja, misschien zou dat helpen met. Gewoon. Ja, met toeristen. Ook al zijn er waarschijnlijk echt geen toeristen. Dit is helemaal niet zo. We geven niet meer geld uit dat we dan verdienen. Kijk. Nou, ook al is het niet zo superveel als eerst. Tja. Je uurbudget staat. Ja, het staat wel in het rood. Dat is wel waar. Maar we geven niet meer geld uit dan dat we verdienen. Oké, we kunnen alweer upgraden. Dat is eigenlijk heel snel gegaan. Stop met je. Ja, je moet je niet zoveel zorgen maken. Want dat gaat. Het komt echt wel goed. En deze heeft nu meer dan genoeg werknemers. Dit is wel gedropt. Maar misschien is de hoeveelheid olie ook gewoon minder geworden. Ja, ik geloof dat dat nu wel echt een beetje probleem begint te worden. En ik zie ons
uurbudget steeds beter worden. Ja. En ik geloof. Geen vrachten. Zijn er nog steeds niet genoeg? Oh, wacht. Misschien moeten we dit even verbinden met dit. Laten we dat dan wel even goed doen. Laten we even kijken hoeveel ruimte een treinstation in zou nemen. Zo. Dat zou gewoon daar kunnen. Zal ik het bouwen voor kost het per uur? 475, ja. Ik weet niet zeker of ik er nu wat aan heb. Ja, dus weet je wat? Ik ga gewoon deze weg afmaken. En dan kunnen we later een stukje weghalen om daar een treinstation te maken. Oh, dat komt niet zo handig uit daar. En dat gaat natuurlijk ook weer niet goed. Nee, oké. Okay. Ik geloof. Kunnen we hier. Oh nee, dat kunnen we net niet. Oh yes, dat kan. Dat kan. We kunnen het zo schuin doen, maar. Ja, kijk, als je recht doorgaat, dan. Dan kom je natuurlijk met die. Ja, dan kom je bij deze heuvel en dat is niet echt heel handig. Dit is best wel recht. Ja. Dat kan wel en dat kan niet. Dat is vreemd. Ik ga denk. Ja, ik wil eigenlijk wel gewoon dat het recht. Ja, ik wil echt niet over die heuvel eigenlijk. Dus laat maar. Dan is het maar. Heeft het een beetje een vreemde vorm. Ja, dit is er bijna. Zo. Oké. En dan. Ja, dus het doel hiervan is een beetje dat deze. Deze industrie makkelijker hier naartoe kan. Ja, vracht hier naartoe kan sturen. Want anders moet ze helemaal hier door het drukke verkeer. Want deze mensen hadden niet genoeg vrachten. En het is nu alweer opgelost. Oké, ik zie ons uurbudget echt veel beter worden. Daar ben ik echt heel blij mee. En ik zie ons dat ons gewoon. Ja, ons. ons totale budget ook gewoon een stuk hoger is dan eerst. Wat ik wel een beetje raar vond is dat. Ja, dit is nog steeds niet zo hoog als eerst. Want eerst was het 238.000. Even kijken, is dit. Dit is nog steeds goed en dit is. Het is ook pas 3 uur, dus ze kunnen ze nog niet allemaal hebben opgepikt. Dus dat komt wel goed. En het wordt ook. Ja, ze hebben alles hier al verbrand. En dit gaat nog steeds heel langzaam. En ik zie hier. Kijk, in deze lijst zie je helemaal geen plastic die wordt geëxporteerd. Dus dat is echt jammer. Oh, wauw. Hier hebben we geloof ik een aantal nieuwe gebouwen erbij. Ik geloof dat dat ook een beetje de reden is waarom ons budget best veel naar boven ging. Zijn er nog dingen die we. Zijn er nog gebouwen die we willen upgraden, maar geen ruimte hebben? Want dat is iets wat we echt niet willen. We willen graag. Wacht, wat hebben we. Is het weer vol? Is deze ook al vol? 700. 85. Huh, maar er zijn maar 500 plaatsen. Oh ja, natuurlijk. Ja, want niet iedereen gaat misschien de hele dag naar school, zeg maar. Extra leerlingenvleugel dan maar. Ik geloof dat we de basisschool niet verder kunnen upgraden. Deze kunnen we misschien wat dichter bij deze mensen zetten. Te ver van hoofdgebouw, oké. Nee, ik wil natuurlijk geen gebouw weghalen. Ja, hier zijn alleen maar. Hier zijn een paar kleine gebouwtjes. Ik denk dat die wel weg kunnen. Ja, oké. Ik denk dat dit ook wel nodig is. Hoeveel kost dit? 375, maar het moet dan maar, denk ik. Zo. En daar, dat is ruimte voor. Staat dat ergens? Oh, er kwamen 500 plaatsen bij. Dat is wel heel mooi. Dus hopelijk lost dit het een beetje op. Want deze mensen worden hier geloof ik echt een beetje ongelukkig van. Oké, ik zie een paar dingen in het donkergroen, maar het is alsnog 74. Commercie hoog inkomen, niet genoeg winkelaars. Dat zijn deze, denk ik. Ja, hebben we nog meer commercie van een hoog inkomen? Waar? Daar. Ik geloof het niet. Ofwel, hier misschien. Kijk, ja, deze, ja. Ik weet niet zeker of dat dus nodig is. Maar misschien kunnen we hier nog eentje van weghalen. Ik denk dat we het. Kijk, daar heb je ook al een commercieel gebouwtje. Dus ik denk dat we dit even gewoon zo ongeveer, ja, bijna helemaal weg gaan halen. Dus dit gaat weg, dat gaat weg. En
Even gewoon dat er hier genoeg ruimte is voor, zodat er uiteindelijk één flatgebouw kan komen. Weet je wat? Nou, ik geloof eigenlijk niet dat het nodig was. We hoeven helemaal niks aan te passen, want dit is gewoon net genoeg ruimte voor één flatgebouw, denk ik. Maar dan komen hier weer twee kleine gebouwtjes, geloof ik. En dat is dan weer net iets te veel. Ja, ik weet het niet zeker. Het is altijd zo moeilijk met de commercie en woonwijk en dan een goede balans vinden. Oké, okay, yes, hier bouwt nog iets. Oh, maar dat is commercie. Dan hoop ik niet dat die weer niet genoeg winkelaars hebben. Oké, okay, dit kunnen we echt niet meer upgraden. Nee. Oké, okay, dus ja, ik hopelijk helpt die extra vleugel een beetje. Deze mensen upgraden ook niet echt. Komt dat misschien omdat ze zo ongelukkig zijn? Kunnen nergens winkelen. En jij bent van gemiddelde landwaarde, of niet? Ja, toch gemiddelde. Ja. Dus misschien. Deze zegt juist dat je wel goed kan winkelen, maar misschien gaan we gewoon. Heb je hier niet ergens? Nee, je kunt hier amper winkelen. Ja, oké. Okay. Dit gaat weg. En dit wordt een. Hier komt een commercieel gebied. Ja, want dat is geloof ik hard nodig voor de gemiddelde landwaarde. Oké, okay, even kijken. Is de landwaarde hier helemaal goed? Ja, toch? Ik geloof het wel. Zo. En dat helpt hopelijk met deze mensen. Ze kunnen nergens winkelen. Oké, okay, maar ik zie hier best wel veel nieuwe gebouwen. Dat is natuurlijk heel goed om te zien. Hier staat dan zo'n heel klein huisje tussen. Het is zelfs een caravan, zo klein. Oké, ik zie hier niemand klagen over dat ze niet genoeg ruimte hebben. Dat is goed. Deze mensen missen een school. Ik geloof dat het nu echt wel goed komt. Maar ja, oké, deze mensen. Oh, breng onze scholen terug. Oh, kom op. Zijn er nog meer scholen nodig? Nog, ik geloof 940 van de. Ja. Misschien hebben we nog een school nodig. Dat is wel heel veel. Kost natuurlijk ook heel veel. Ik denk dat we daar echt wel heel veel aan uitgeven. Ja, heel veel per uur. Maar 940. Maar we hebben 1000 ruimtes. Hier. Misschien is de hogeschool niet wat ze willen. Misschien willen ze een universiteit, maar ja, dat is zo duur. Kijk, deze heeft 1000 ruimtes en deze heeft 950. Dus dat zou echt wel goed moeten komen. Maar misschien willen ze iets anders. Zouden ze een middelbare school willen? Ik weet niet. Misschien willen ze dat juist heel graag, maar dat is duur. Dus daar wacht ik maar even mee. En yes, daar zie ik upgrades. En nog meer upgrades. En nog meer upgrades. Dat is dus heel goed. Oh, ik ben het bijna vergeten, maar hier willen natuurlijk ook bussen. Als ze dan toch ergens anders willen gaan werken. Nou, of winkelen natuurlijk, want daar zijn helemaal geen winkels. Zijn deze mensen een beetje blij? Ja, ik geloof het wel. Ja, deze mensen zijn allemaal blij. En hoe is dit? Ja, dat is nog best laag. Want ze zijn hier pas net. Oh, wat is dit? Deze is niet echt super blij, maar ik zie niet echt waarom. Werknemers gezocht. Ja, zou er nog steeds meer commercie nodig zijn? Ik zie een soort van ik bedoel industrie. Arbeiders nodig, arbeiders nodig. Dan gaat dit maar weg. Dan fixen we het later wel, zodat er een groot flatgebouw kan. Want het is echt niet. Ja. Twee winkels is dus blijkbaar gewoon te veel. Oh, oké, okay, dit ziet er best goed uit. Het is alweer 76%. Oh, de eerste zware industrie van de stad gaat van start. Die levert veel werkgelegenheid op. Dat is eigenlijk best een probleem, want we hebben al niet genoeg arbeiders. Dus de vraag wordt alleen maar hoger. Oh, vraag naar processorfabriek goedgekeurd. Maar het is maar de vraag of we hier genoeg plastic voor kunnen produceren. En als we legeringen willen, dan moeten we hier nog iets aan toevoegen. Maar iets wat ik eigenlijk helemaal ben vergeten. Oh, wacht, dat is het verkeerde ding. Iets wat ik echt helemaal ben vergeten is de smelterij. En. Nee, olieraffinaderij. Ah, smelterij, wat zeg ik? Olieraffinaderij. Die willen we. Maar ja, ik ben er een beetje vergeten. Maar we hebben hier een upgrade van nodig. En die kost 400.000. Dat hebben we nog steeds niet. Oké, ik beloof het. In de volgende episode is dat het eerste wat ik ga doen. Want dat is wat ik eigenlijk
al die tijd dat we in deze stad zitten al heb gewild. En het is, we zijn daar nu echt al heel lang op aan het wachten. Ik heb gewoon net niet genoeg geld. Dus in de volgende episode is dat het eerste wat we doen. En misschien gaan we ook nog een universiteit bouwen, maar dat is zo duur. Maar we zien het wel. Want ja, ik wil echt beginnen met plastic exporteren op grote schaal. Zeg maar, want met dit recyclingcentrum. Oh, we hadden net 400.000. Met dit recyclingcentrum verdienen we niet heel erg veel aan plastic. Maar ja, dat is alweer alles voor nu. Tot de volgende episode.